Hallo, mijn naam is Jingmei Cheng en ik werk als coach en rebirther voor hooggevoelige personen vanuit mijn praktijk Organ of Life. En in deze video wil ik het graag met je hebben over eenzaamheid. De afgelopen weken is het gevoel eenzaamheid heel veel gepasseerd in de sessies die ik heb begeleid. Natuurlijk vanwege de relatie met de huidige situatie in Nederland en in heel de wereld, waarin we voor ons eigen welzijn worden beperkt om het fysieke contact aan te gaan met onze dierbaren en onze medemens. En ik heb gemerkt dat het vooral heel erg lastig en heel erg moeilijk en heel erg benauwend is voor alleenstaanden. En mensen die geen partner hebben, die geen gezin hebben en die eventueel zelfs geen huisdieren hebben. Dus echt helemaal alleen wonen. En dan nu dus vanuit die beperking thuis werken in hun eentje. En ja, heel veel kan natuurlijk digitaal worden opgevangen. Maar het fysieke contact met dierbaren en onze medemens is natuurlijk van het grootste belang om je happy te voelen van binnen. Nou, en al deze gesprekken over eenzaamheid, die hebben geleid tot een aantal tips die ik ook zeker in deze video met je ga delen. Maar voordat ik ze met je ga delen, wil ik je een ander perspectief meegeven over eenzaamheid. Want het viel me enorm op dat het zo vaak ter sprake werd gebracht in mijn werk. En het zette me aan het denken, omdat het gevoel van eenzaamheid al jarenlang heel vaak voorbij is gekomen in mijn werk. En dat het gevoel van eenzaamheid in relatie staat tot eigenlijk wat je in je jeugd hebt gemist. Hè? Waar je heel veel behoefte aan hebt gehad, zoals het gevoel van veiligheid, geborgenheid, echt contact. En het gevoel hebben dat je er gewoon volledig mag zijn. En elk moment dat dat niet is geweest, door verschillende omstandigheden, door verschillende gedragingen en communicatie, kunnen mensen zich heel erg alleen voelen. En vaak ben je ook heel erg alleen met dat gevoel. Dus vanuit dat perspectief ben ik ervan overtuigd dat iedereen een gevoel van eenzaamheid ervaart in mindere of meerdere mate. Maar dat het nu vooral dus bij alleenstaanden heel erg confronterend is, omdat ze ook echt fysiek alleen leven. Ja, maar ook als je met mensen leeft, een partner hebt en kinderen hebt en huisdieren hebt, kan het zelfs zijn dat je dat gevoel van eenzaamheid ervaart. En dat je soms wil je er wat mee en soms wil je er niks mee. Ik zie het dan eigenlijk als een uitdaging en een kans om te gaan onderzoeken wat dat gevoel van eenzaamheid aan jou te vertellen heeft. Hè, heeft het je te vertellen dat je gewoon heel verdrietig bent om verschillende zaken die plaats hebben gevonden in je leven? Of voel je je machteloos of hulpeloos, enorm verlaten en ben je daar boos over? En ben je er angstig door? Hè? Dat zijn gewoon gevoelens die er allemaal mogen zijn. Nou, die kans kun je dus aangrijpen. Maar ook zeker alle kansen die voorbij komen om wel in meer of mindere mate contact te hebben met dierbaren of medemensen. Of dat nou digitaal is, maar ook zeker fysiek. Hè? Maar dan wel natuurlijk op een veilige manier. Hè? Waarbij je die 1,5 meter afstand in acht neemt. En dat je van elkaar dus ook weet van, goh, zijn we gezond? Hoe groot is de kans dat we gezond zijn en je niet kunnen besmetten? Maar goed. Wat ik heb gemerkt is dat als je je dus heel erg alleen voelt en dat je allemaal aanvliegt van oh, ik trek dit niet, wat moet ik nou? Dat het natuurlijk ook moeilijk is, hè, om die kansen te zien. Vandaar dat ik deze video ook graag wil delen. Want gewoon misschien schijnt het wat licht op wat de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld dus ook wat er in de sessies voorbij kwam. Dat een cliënt vertelde
Ik kreeg gewoon een aanbod van een buurman die zo vriendelijk was en aardig. Van, goh, als je ooit eens een luisterend oor nodig hebt. Hè, en zelfs in deze tijden dat het gewoon werd aangeboden. Nou, dan zou ik denken, goh, wat bijzonder. Hè? Grijp het aan en ervaar het contact. Hè? Zo veilig mogelijk natuurlijk. En dat je bijvoorbeeld een aanbod krijgt van iemand terwijl... Om te wandelen, terwijl de meeste van je vriendschappen het liefste gewoon geen contact willen, niet willen afspreken. En een enkeling wel. En dan heb je het gewoon maar op gebaseerd op het contact met die enkeling heb ik niet het gevoel dat ik leef. En voel ik me alsnog, weet je, mega alleen. Ga dan ook in op inderdaad het aanbod van iemand die je echt niet zo goed kent. En die wel open staat om in contact te treden en een wandeling te maken. Dus dat wil ik in ieder geval aan je meegeven. En dan nu de tips waarmee je dus vanuit het gevoel van eenzaamheid weer richting allerlei positieve gevoelens kunt gaan. En die diepe verbondenheid in jezelf kunt ervaren. Begin de dag op een fijne positieve manier. Ja, met de muziek die ervoor zorgt dat de levensenergie weer gaat stromen in je lijf. Waardoor je misschien wel vanzelfsprekend wat danspassen laat zien. Of een beetje gek gaat staan bewegen in je eigen woning. Of ga zingen. Neem de tijd om te douchen of te baden als je een bad hebt. En puntje bij paaltje. Wat ik eigenlijk wil zeggen, zorg goed voor jezelf. Maar zorg ervoor dat op verschillende manieren weer het plezier en de levensenergie door je heen gaat stromen. En dat kan. Dat kan jij doen door de dingen te doen die jou al plezier geven. Of juist de dingen te doen die het plezier in jou weer kunnen laten groeien. Zoals, nog eentje, zoek de lach op. Hè? Lach gewoon een paar keer op een dag keihard om iets wat jij grappig vindt. Zoek het op. Is het iets wat je kan lezen? Is het iets wat je kan bekijken? Is het even telefonisch contact met iemand die gewoon een fijne energie heeft, positieve energie heeft en wissel wat uit en lach. Ja, maar huil ook als het nodig is, hè? Maar lach. Nou goed. Ik hoop dat ik je met deze video wat andere perspectieven heb geboden op eenzaamheid. Eerlijk gezegd bedenk ik me nu dat er nog één puntje is wat ik met je wil delen. Dat is dus dat hè, los van wat je hebt meegemaakt in je leven waardoor je eenzaam kan voelen. Kan het ook zijn dat je nog verder teruggaat met dat gevoel. En eigenlijk een gevoel van... afgescheidenheid ervaart in het leven. Afgescheidenheid van de bron. En wat bedoel ik met de bron? De bron is voor mij universele energie. Het is het plezier wat ik net noemde. De onvoorwaardelijke liefde. De dankbaarheid. De lichtheid. De vrolijkheid. En daarmee is eigenlijk het cirkeltje rond. Want dan kunnen we gewoon weer. Dus inderdaad vanuit alle activiteiten die we voor onszelf starten. Bewegen. Naar al die gevoelens die je dus als zaadjes in jezelf kan nestelen. Dus, hè, en nog één aanvulling. Bijvoorbeeld het zingen wat ik net noemde. Zoek een nummer uit. Ga helemaal uit je dak. En voel de levensenergie weer door je systeem stromen. Dat is heerlijk. Gewoon doen. Ja, en dan langzaamaan ga je ervaren dat je die verbondenheid dus ook echt in jezelf kan ervaren. Okay. Nou, bedankt voor het kijken. Mocht je een vraag hebben, je weet me te vinden. En tot een volgende keer. Via een video of eventueel live in mijn praktijk of digitaal. Oké, nou, tot ziens. Doeg!